Hier gaat weer alles als van ouds. Het kacheltje brandt. Poes ligt op de bank te poetsen. En als ik dan een broodje klaar ga maken met kaas, zit Poes in de keuken. Want daar moet ze bij zijn, hè? Lekker troetel. Stukje kaas, ja. En dit vindt ze helemaal fantastisch. Een stukje kaas, hè Poes? Dit herhaalt ze elke dag zo'n beetje. Dat maakt het dagje weer juist zo ontzettend gezellig. En vandaag is een bijzondere dag, want ik ga een zetbok ophalen in Vlissingen. Want dit jaar gaat het atelier voor de helft omgevormd worden tot een grafisch atelier. En de zetbok die moet hier komen te staan, naast de planeertafel en de pers. Ik ben hier nu in het ateliergebouw in Vlissingen. Ik heb net de zetbok in de auto geladen, loodzware klus. Alle kasten zitten vol lood, dus dan weet je het wel. Loodzwaar. Helemaal leuk hier. Ik zal even een blik in de auto werpen. Hier is de bok en hier zijn de kasten. Helemaal vol met lode letters. Enorm gewicht. Heel rustig rijden, want als er één bak opdondert, heb ik een nieuwe hobby. Het is gelukt. Het is helemaal goed gegaan. De kast staat binnen. De zetbok. Vol met kassen. Vol letters. Deze die moet... Daar zit de achterste lat van los. Die moet even gerepareerd worden. Maar je ziet wel... Het zetwerk kan beginnen. Het is inmiddels al... vet avond. Het is donker. En ik ga voor het avondeten zorgen en het filmpje afsluiten.